Heb je een prangende vraag voor GamersNet en wil je dat de redactie die beantwoordt? Dat kan. Daar hebben we namelijk goede vraag voor. En dat is de video waar je nu naar aan het kijken bent. Elke week behandelen we een vraag. En die vraag wordt dan beantwoord door de hele redactie. Hey, leuker dan dat kunnen we niet maken. Wel gemakkelijker. Deze week kwam de vraag van Sniper Elite. En dat was heel interessant. Een beetje complex. Maar bereid je voor om de wereld van de game-industrie in te duiken. Want we behandelen namelijk deze week de vraag. Welke gewoonte uit de game-industrie zie je het liefst zo snel mogelijk verdwijnen? Jongens, waar ik echt een ontzettende hekel aan heb gekregen. Kijk, ik snap special editions, weet je. En ik snap ook dat Watch Dogs 2 met 6 special editions komt. Want voor ieder wat wils, weet je, de ene met een figurine, de andere met een drone. Ik snap het wel. Maar waar ik echt wat niet mag, wat gewoon echt bij wet nu verboden zou moeten worden. Waar D66 emoties voor moet in. Ik bedoel, donorregistratie prima, maar dit is bijna nog belangrijker. En dat is console exclusive DLC. Kijk, console-exclusive games, die begrijp ik nog. Weet je wel, ik bedoel, Microsoft heeft studios, Sony heeft studios, die maken dingen voor hunzelf. Prima, is een deel van je keuze. Maar DLC beperken door een platform, dan heb je een multiplatform game waarvan iedereen denkt, vet, gaan we spelen. Moet ik als ik een Xbox gebruiker ben langer wachten op bepaalde DLC die ik heel graag wil spelen? Of nu, weet ik veel, Assassin's Creed met deze missie exclusief voor de PlayStation 4, denk ik... Waarom? Dat is niet nodig. Weet je, je maakt die game toch al voor alle platforms. We weten dat al vanaf dat je het aankondigt. Waarom zou je nu opeens, zeg maar... Ah, oh man. Oh, nog iets. Daar heb ik echt fucking hekel aan ook. Als jij op perstrip zijn, we zijn naar de E3 of de Gamescom of whatever, dat ze tegenwoordig ons allemaal vette gameplaybeelden laten zien. Je zit in een presentatie, de developer praat over alles, wij super fanatiek schrijven, weet je wel. Dit wil de achterban weten. En vervolgens stappen we de persruimte uit, we kijken online en diezelfde gameplay sessie staat al op YouTube. Ik bedoel, ik snap dat wij verwend zijn, dat we al die shit mogen zien. Ik gun het jullie ook echt met liefde. Maar weet je, kaartje E3 zijn niet goedkoop en wij denken dan van als dat dan toch de manier is om dit allemaal te doen, zeg dan gewoon kom niet. Vind ik ook prima, blijf lekker thuis, sparen we een paar duizend euro uit voor E3 en dan kunnen we gewoon lekker met jullie gewoon thuis kijken en zeggen wat we ervan vinden. Maar ga dan niet doen alsof je super exclusief behind the scenes bla bla bla. Ik stap nog niet buiten of ik kan het terugkijken, what the fuck is dat? Waarom doe ik mijn werk dan nog? Oké, kwam. De ontwikkeling die ik graag teruggedraaid zou zien worden is de couch co-op, dat die toch gewoon terugkomt. Want ik vond het super leuk om vroeger altijd samen met vrienden op de bank te zitten, samen te gamen, weet je, ik ging naar elkaar toe. Nou, tegenwoordig is het alleen maar singleplayer en alleen maar online. Dat slaat helemaal nergens op in mijn optiek. Ik vond het vroeger super leuk om, weet je, dan ging je bijvoorbeeld Colin McRae spelen. Nou, dan kon je naast elkaar, kon je dan zitten, dan kon je dan op hetzelfde scherm kon je zien waar de andere was. Als het niet goed lukte, dan ging ik een beetje kutten met de controller, een beetje duwen. Het was gewoon super leuk. En nou kan ik alleen maar thuis zitten in mijn eentje, headsetje op. Dus ik dan, ja, ik ben nou hier. Het slaat helemaal nergens op, naar mijn mening. Ik wil gewoon weer een nieuwe. Degene zelfs als de eerste als Army of Two. Die was super vet. Back to back, weet je, vergromde wapens tegen elkaar. Ratatatata. Fucking vet. Dat mis ik gewoon. Samen spelen. Nice. Okay, waar ik nou echt een broertje dood aan heb in de game-industrie is pre-orders. En ik heb dit al een keer... Volgens mij hebben we dit in een hot coffee show. Ik heb dit, Peter en ik, helemaal de grond in geboord. Dat mensen moeten stoppen met pre-orderen. Want je koopt eigenlijk een spel wat nog niet af is en waar alles mee zou kunnen gebeuren. Dus voor hetzelfde geld zegt de producer of de ontwikkelaar van... Oh, we gaan dit doen. En jij denkt, oké, dan leg ik alvast 60 euro voor neer. En doen ze dat vervolgens niet. Neem bijvoorbeeld No Man's Sky. Stel, je hebt die shit gepre-orderd. Je raakt helemaal hyped omdat Sony en Hello Games allemaal lekker... Oh, dit wordt zo goed. En vervolgens heb je 60 euro neergelegd. Je krijgt die game thuisgestuurd en het is dat. En dat is de reden waarom we niet meer moeten pre-orderen. Want je geeft je geld al aan een uitgever of aan een ontwikkelaar... zonder dat je precies gegarandeerd wordt dat je daadwerkelijk een goed product terugkrijgt. Dus... To Jurassic Park. Ik heb nog nooit gepre-orderd en ik ga het... Nou, oké, misschien met een korrel zout niet doen. Er zal vast wel een keer een moment zijn. Maar pre-orders is hoe wij ons als gamers ons erin laten stinken, zeg maar. Dat is de manier waarop we geld kwijtraken en dan zeggen van... Oh ja, ze doen ze eerst allemaal beloven en vervolgens niet waarmaken. Als je dat niet wil, stop dan ook met pre-orderen. Want dat is... Pre-order wordt de dood van de game-industrie. Oké, dat is misschien een beetje overdreven, maar het is wel kut. Dus stop gewoon mee.
koop gewoon het spel als het uit is. Wat is daar het nadeel van? Dan kun je tenminste ook nog eerst een review lezen die zegt van het is heel slecht, koop het niet. Geld besparen mensen, we zijn Nederlanders. Blijf gierig. Ik ben altijd supergoed ingelicht, want ik heb dus wederom geen flauw idee eigenlijk van wie de vraag is. Maar ik vind het wel een goede vraag en ook een best wel lastige vraag. Want welke ontwikkeling in de game-industrie zou ik graag teruggedraaid zien? Ik denk dat het is niet echt een ontwikkeling, maar het is meer het feit dat er nog steeds games uitkomen voor de Xbox 360 en PlayStation 3. Dat is een beetje vervelend, omdat zeg maar, ontwikkelaars daarin worden gehinderd in de ontwikkeling van nieuwe games. En dat merk je vaak wel in spellen. Ik bedoel, een FIFA, dat ziet er sowieso, het ziet er wel mooi uit. Maar het is nooit echt een top-of-the-range game. Maar er zijn meerdere games, ik heb zo geen voorbeeld paraat, Job Cohen momentje. Maar er zijn games die worden gewoon gehinderd in een ontwikkeling, die worden minder mooi. Omdat ze ook voor de PlayStation 3 en Xbox 360, dus eigenlijk voor de last gen, worden ontwikkeld. En die systemen kunnen dus gewoon die games niet aan. Want ze kunnen veel mooier en veel beter, maar dat gaat niet. Het is een beetje alsof je je kleine broertje mee moet nemen en dan... Het is echt een heel kut vergelijking en ik heb ook geen flauw idee waar ik heen lul met dit verhaal. Want ik weet ook echt helemaal niet wat ik teruggedraaid zie hebben. Want ik hou van de game-industrie. Fucking chill, namelijk, want games. Maar, ik denk dat als ik iets zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen... Schrap die games voor de Xbox 360 en PlayStation 3 gewoon, want wat hebben we daar nou aan? Niks, toch? Dus dat zijn de gewoontes die onze redactie eigenlijk het meest hekelt aan de hedendaagse game-industrie. Heb je nou zelf ook iets waarvan je denkt van dat moet echt een keer ophouden in deze wereld? Dan mag je dat zeker laten weten in de comments. En we zoeken natuurlijk voor volgende week weer een nieuwe goede vraag om te behandelen. Dus heb je een vraag over de industrie, over de games, over de principes van de spellen die we spelen? Als het maar interessant is en een klein beetje persoonlijk, willen wij het graag behandelen. Dus drop ook je vraag hieronder en dan zien we vanzelf weer wat er volgende week uitkomt in een nieuwe goede vraag met een nieuwe vraag en nieuwe antwoorden. Tot snel op gamersnet.nl.